Waarom een nieuwe directeur? Ten eerste omdat wij het gewoon heel belangrijk vinden dat de verandering zich onderwijskundig goed blijft ontwikkelen. En verder gaat dan wat wij nu zelf hebben, zoals het nu is. En ten tweede had de onderwijsinspectie de opmerking in zijn rapport dat, dat het prima was als het was. Maar dat hij wel graag zag dat wij een directeur zouden krijgen met onderwijskundige ervaring. Vandaar een nieuwe directeur. En toen wij 3 jaar geleden met dit project begonnen, zijn wij als een van de eerste dingen die wij zijn gaan doen, op zoek naar andere scholen die ook nieuw gestart zijn. Toen zijn we bij Bianca gekomen. En toen stapten Patrick en ik daarna in de auto, keken elkaar aan en zeiden van, wow, als we die zouden kunnen krijgen als directeur, dan zouden wij heel blij zijn. Nou, het heeft even geduurd, 3 jaar, maar uiteindelijk is het gelukt. De aanhouder wint. En vandaar hier Bianca nu als nieuwe directeur. En ik geef hier dus een stokje over. Oh, okay, ja. Een stokje over aan Bianca. Dankjewel voor het vertrouwen. Blijf je nog wel betrokken op de verwondering? Ja, ik blijf onderdeel van het bestuur. En niet meer elke dag op de verwondering, maar wel betrokken. Ja. Fijn. Ben je op een andere school ook wel eens juf geweest? Ja, toen ik begon met werken ben ik eerst juf geweest, ongeveer 5 jaar. En vooral in groep 7 en 8. Wat wou je vroeger worden? Ik wist heel lang niet wat ik wilde worden. En toen heb ik uiteindelijk bedacht dat ik dan maar juf ging worden. Want als je juf bent, dan kan je heel veel dingen doen. Het is creatief, het is samenwerken, het is met kinderen. Er zat heel veel in wat ik leuk vond. En nog steeds. Vinden alle kinderen je lief? Ik hoop dat alle kinderen mij lief vinden. Vind jij mij lief? Gelukkig. Moet ik u of je zeggen? Ik vind het het fijnst als je je zegt. Ik ben lekker oud. Precies. Heb je een huisdier? Ja, ik heb 2 huisdieren. Ik heb 2 katten. Baloo en Simba. Heb je zelf ook kinderen? Ik heb zelf geen kinderen. Mijn vriend heeft 2 kinderen. Roos van 7 jaar en Gijs van 2 jaar. Hoe oud ben je? Ik ben 35 jaar. Kunnen we dat nog even vastleggen? Ja. Zo, dat is jong. Waarom wou je directeur worden? Ik wilde graag directeur worden, omdat je als directeur best wel veel kunt bedenken op school en mag regelen. En daar hou ik wel van. Is het moeilijk om directeur te zijn? Soms vind ik het best wel moeilijk om directeur te zijn, maar ik vind het vooral heel erg leuk. Wat doe je als directeur op een school? Als directeur op een school doe je eigenlijk heel erg veel dingen. Heel veel regeldingen. Je moet heel veel bellen en heel veel achter de computer. Maar gelukkig ook heel veel met kinderen praten of werken. Of als er problemen zijn, proberen ze op te lossen. En samen met juf en meesters ideeën bedenken om de school nog leuker en fijner te maken. Ben je eerder directeur geweest? Ja, ik ben eerder directeur geweest. Eerst op een school in Rotterdam en daarna nog op een andere school in Berkel en Roderijs.
Is het ver weg? Dat is best wel ver weg. Ik moet ongeveer een uurtje rijden met de auto. Wat vind je leuk aan directeur zijn? Wat ik leuk vind aan directeur zijn is dat ik en met de kinderen en met de ouders en met de juffen en meesters en alle anderen rondom de school samen mag werken. Waarom heb je voor de verwondering gekozen? Ik heb voor de verwondering gekozen omdat ik de verwondering een hele bijzondere school vind. Waar hele gave dingen gebeuren en het is een beetje anders dan anders en daar hou ik wel van. Wat vind je het allerleukste aan deze school? Het allerleukste aan deze school vind ik de kinderen. Wat zijn de verschillen tussen je oude school en deze school? Er zijn heel veel dingen hetzelfde tussen mijn vorige school en de verwondering. Het belangrijkste verschil is dat jullie hier veel meer met iPads werken. Wat vind je leuk op de verwondering? En wat zou je graag willen veranderen? Wat ik leuk vind op de verwondering? Ik vind eigenlijk alles leuk op de verwondering. Ik vind het heel leuk dat jullie met iPads werken. En ik vind het gebouw heel fijn. En ik vind de ateliers heel bijzonder. En de kinderen. Die vind ik natuurlijk ook heel erg leuk. En wat ik zou willen veranderen, eigenlijk zou ik niet zoveel willen veranderen nog. Volgens mij gaan heel veel dingen heel goed. En sommige dingen kunnen misschien wel nog beter of nog leuker. Dus dat zou ik wel willen veranderen. Zijn er dingen die jij graag wil dat ik zou veranderen? Nou, eigenlijk niet. Ik vind deze school ook gewoon goed. Ja, ik vind hem wel goed zo. Vond je de vragen leuk? Ik vond het hele leuke en boeiende vragen die jullie gesteld hebben. Maar ik heb eigenlijk ook nog wel een vraag aan jullie. Hebben jullie nog tips voor mij of ideeën waar ik de komende tijd mee aan het werk zou moeten gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nieuwe voetballen krijgen? Dat lijkt me een goed punt om in te brengen in de kinderraad. Zodat we daar kunnen bedenken wat er voor nodig is om dat te regelen. Het zijn bij programmeren steeds dezelfde kinderen die gaan. En dan is er maar een ander kind. Dus kunnen er dan andere kinderen komen. Oké. Dus je vindt het belangrijk dat we de volgorde van de kinderen die voor de workshops kiezen beter regelen? Ja, dat er meer andere soorten kinderen komen. Gaan we mee aan de slag. En ik vind dat er meer groepen mee mogen doen dan alleen groep 6 en meer bij programmeren. Ja. Andere tips nog. Dit is je kans. Vind je het leuk op deze school? Ik vind het heel leuk. Leuker dan de vorige? Ja. Ik hoop nog dat er wat meer workshops met dansen en toneel komen. Komen er eigenlijk nog meer talen dat je kan leren hier? Of er nog meer talen komen anders dan Nederlands en Engels, bedoel je? Ja, nou, we doen nu Engels en we hebben heel even Frans. Maar heb je ook meerdere talen? Dat lijkt me interessant. Oké, volgens mij kun je in muiswerk op de computer heel veel verschillende talen kiezen om te leren. Maar we kunnen kijken wat er nog meer zou kunnen. Ik wil je heel veel succes wensen. Het is heel erg leuk. Maar er ligt ook een hele berg werk nog. Dat weet je. Ja. We zullen je aan alle kanten steunen. Waar je dat nodig hebt. Maar vooralsnog ben jij de professional. En doen wij alleen maar handenspanningen, zeg maar. Veel plezier. Komt goed. Dankjewel.